dat je kijkt naar deze nieuwe video. Oh. dit is een dangerous situation. Oh, Max! Max, zo Max. Max. Wilde paarden, wilde paarden. Maar, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Hi. Hi, wat gaan we doen vandaag? We hebben stalfeest. We hebben stalfeest. En dat gaat in het eerst een wedstrijdje hebben. Ja, wedstrijd. Dus echt heel spannend. En daarna hebben we een patatjes en drankjes. En voedsel. Voedsel. En het is een thema. Dus Maartje en ik gaan in onze onesies. En iedereen is hier heel druk aan het doen. Max, kom op, hou op. Ik doe de camera eventjes weg. Wat ben jij aan het doen? Hartje maar. Met? Lippenstift. Ik vind het echt heel. Ja, hè? Oh, dit is echt, dit kan niet. Dit moet je met vingerverf doen, dat weet je toch al. Dat deden wij hier vroeger altijd. Op Campbell en zo. Campbell. Van wie is die lippenstift? Van Eline? Oh, echt. En allemaal mensen hebben allemaal lekkere dingetjes gemaakt. En koffie. We hebben het team, zijn ze 2.0. Yay. En jullie zijn super vet. Dit is echt energie van ons. Wie? Dank u. Oké, we gaan parcours lopen. Ik doe trouwens niet mee op Contessa. Ik weet niet of ik dat verteld heb. Maar Tess loopt nog steeds niet goed. En ik weet niet of jullie mij horen door de wind. Maar ik doe dus mee op Fleur. En Fleur is een schimmel die ik vroeger heel veel gereden heb. En ik, oh, Fleur zit achteraan te kakken. En het is zeg maar een soort van behendigheidsparcours. Oh, blijf haken joh. Hey. Oké, to the point. Het is dus een soort van behendigheidsparcours. Waarin eerst eentje op het paard moet en in de bak. En zeg maar de andere in de bak. En dan wissel je om. Het gaat op tijd, dus we gaan gewoon even winnen. En ik ga Fleur even pakken. Mijn ouders komen zo meteen kijken en het is gewoon echt vet leuk. We hebben, ik weet niet, een tijdje terug of zo, 2 maanden geleden ook al stalconcours gehad. En dat is gewoon heel erg gezellig. En nu doen nog meer mensen mee. Oh, dat is paard, ga eens weg. Wat je is, hè? Wil je nog een body protector op voordat je op mijn paard treedt? Die altijd een beetje ontspoort. Dan gaat hij een paard op de gekke meid. Oké, nu gaat op Fleur. En hoe doe je? Moet je dan gewoon zo lopen? Achteruit? Of je draait hem om. Oh ja. Oké. Nienke die gaat de baan, het parcours in. En ik loop wel even mee. Je hebt ook gewoon nog een eten. De hele dag cake. Hey, bij de andere koeien. Oh, wat leuk. Waar is Nienke nou, jongens? Shit. Nienke! Nienke, waar ben je? Nienke! Nienke! Oh, hallo. Hallo mensen. Sorry dat ik jullie film. Ja, daar ben jij! Hallo! Daar is de koe. Nienke's. Oh, ho! Oh. Oh, wacht even. Hè. Nienke's cap pakken. Waar is die? Welke? Ja, welke cap wil ze dan? Deze. 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 Welke wil ze? Met diamantjes, die vind ik. Of deze. Ja, deze neem ik even mee. Ja, ik ook. Deze? Oh. De blauwe met diamantjes. Sorry. Dat was zo handig. Jongens, dat doe ik allemaal. Ik ben echt heel benieuwd hoe Fleur het doet. Want de ene keer is ze echt van, het boeit me niet allemaal. En de andere keer is ze ineens heel gestrest en vindt ze ineens alles eng. Maar ik denk dat ze wel chill is, omdat er veel andere paarden zijn. Nou, ik hoop er natuurlijk niet als Nienke erover zit. Ik ga lekker een beetje gek doen. Is het vies? Ja, dat heb ik al. Ik hoop er helemaal niks van. Lijkt me. Oh, maar één stukje van mij. Lekker. Dit is, wie heeft dit gemaakt? Hand omhoog. Lekker. Oh, ik heb nog niet geproefd, zeg niet meer. Ik ga even testen. Nou, ik ga even plassen. En weet je wat het volgende probleem is? Dit hele ding moet dus gewoon uit. Moet dus gewoon uit. Dus ja, wens me
Succes hier in de donkere gat. Ik heb ons even Saroy gepakt in plaats van Max. Want Max werd echt zo druk. Nou ja, dat zal Maatjes jullie zo meteen wel uitleggen. Maar we hebben de oude vertrouwen. Saroy! Hey! Hey, boef! Oké, okay, we gaan rijden. Doei, veel plezier. Oh ja, ik ga. Guess I heard it all the same. But go ahead and use me. I need it now. I need it now. All them pretty words always lame. You're trying to entice me. Not going down. Not going down. And I'm trying to make a case. Daar gaat ze. Hop, 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 ja, helemaal goed. Rennen, maatje, rennen. Ja, goed zo. Ja. En ze dacht dat ze ging rennen. Jongens, jongens, jongens. Losers of me. Wat een lekker katje! Heel moe gemaakt. Kijk wat Fleurtje moe is. En wie moet er zo af? Oh, daar ben je. Nienke! Ja, je zoeken, hè? Ik zag die hier al hebben. Nienke! Ah, mijn katje is moe. Nienke, ben je zenuwachtig? Focus. Op een stuk concentratie. Officieel. Ik lus helemaal geen boter. Ik was zo. Ik ga over mijn nek van boter. Ik vind het zo vies. Ik doe gewoon, ik stop het gewoon hier. Zo. Zo. Jongens, Nienke lust geen boter. Pure paniek hier. Zit er veel op? Haal het af. De boter, gooi het op de grond. Wanneer mogen we beginnen? Oh ja. Ga jij voor? Ja, van het bunt. Ja, nee, maar nee, ik kan ook niet. Maak hem niet. Staat iedereen klaar? Moet je hem helemaal open? Nee, ik ga maar daarvoor steen, dat is beter. Oké, okay, dit is 2. 1, start! Different game, got too much love for me.
this ain't about you. This ain't about you. I know, I know, I know. You spent all night, but this ain't about you. It's how I respect me. Valspeler. I got too much love for me. Zo Fleurtje. Wie heeft er gewonnen? Nienke! Op mijn paard, daar ligt het aan. Ja, daar ligt het aan jongens. We zijn dus klaar met de wedstrijdjes. Ik heb dus op Saroy gereden omdat ik bij het inrijden al meestal dat maakt heel erg druk was. En toen heeft ze mij er bijna afgegooid. Hij begon nu al te bokken en zo. En ja, heel gek. Dus ik heb heel veel last van mijn rug nou. En in ieder geval, toen heb ik Saroy maar gepakt, want ik vertrouwde het niet helemaal. Want ik ga natuurlijk ook 3 weken naar Curaçao. Of 4 weken. Ik ga 4 weken namelijk naar Curaçao, dus ik wil niet daarvoor nog doodgaan of zo. Dus vandaar dat ik op Saroy heb gezeten. Maar het is wel leuk, want ik heb Saroy weer een keer gedaan. Yay! Daar komt dat team 1, Eline en Lotte, met 7:04 als eerste zijn geëindigd. Altijd. Teams op de tweede plaats met 7:05. Dat zijn Priscilla, Sophie. Nee. En Lisa Jansen en Lisa Geerdink. Nee. Wat een wat een fuck. Natalia en Ben je bij komen heel laat. En voor de winnaar staat met een prijs. Dat is een grondwerkles van Van de Hinseveld. Nee, dat is onze lerares. Hij daar al om door, dan maar dat is daar. En wat is ons team? Hoe heet ons team? Unicorn Squad! En wie hoort erbij? Ik ga hier achter de auto. Nee, dat is wel zo. Ik ga hier. Ga de verkeersdeur dicht. Waar kunnen we goed verstoppen dan? Ze zijn verstopt, ja. Nu. Ja, en wij zitten nu hier verstopt. Ik heb het gewoon zo warm. En we zijn er onder de kinderspad. Onder de kinderspad. Onder de kinderspad. Ja, jij zat nog een beetje normaal, maar ik zit helemaal klem tussen de dik. Ja, ik ga weer een boemerjacht. Nee, kom maar gezamenlijk op boemerjacht. Jongens, wat zijn jullie nou voor stomme kinderen? Je moet toch niet naar buiten gaan? De deur dat niet. Ik zat daar. Stil nou eens even met je. Iemand heeft zijn scheert gelaten. Oh, ik niet. Eeuw. Waar zijn hun? Gaat in. Gaat in. Ja, goed. Zo. En met die andere benen ook. Wat? Oh, je moet stoppen. Ik had het zo rechtop in. Ik denk dat ik wil een mensen van hem. Waar zijn we nou? Oh, ik zie Nieke. Jij hebt me toen een filmpje gestuurd. Kom, dan doen we het samen. Dit is not family friendly. Nee, ik heb het even. Daar gaan de inkomsten. Doe eens aan. Kom bij. Nee. Lekker frietjes eten, lekker smikkelen. Nee, die frietjes niet. Gewoon de snacks. Appel. Frietjes gaan stinken. Kibi. Nee, eens pak je die saap. Lekker snack, hè? Waar wil je? Hallo mensen, ik ga lekker een lekker broodje krokken. Zo hè? Nieke,
En ik ken niet, dat doen alleen. Oh, ik wou zeggen boeren, maar dat is een beetje lullig als ik dat niet zeg. We hebben een nieuwe afvaltas. Zo. We gaan een kroketje halen. Ja, een broodje. Doe er maar vast in! Een broodje kroket met mustard! Doe er maar vast in de vet! Ga eens weg, ma, wij zijn vol. Lisa, doe even je mond open. Nee, dat kan ik niet. Ik moet het nog doen. Wat? Broodje kroket! Als je riem afbreekt, heb ik het niet gedaan. Nee, je moet anders doen. Oh my god, je moet het filmen. Ja, wacht. Weet je hoe je het moet doen? Hou eens vast. Ik weet hoe dat moet. Nee, kijk. Geef eens. Wow! Onze koning! Ik kan niet meer. Ik moet een afblasje weer gevonden, want ik heb niks. Niks. Ja. Dit is mijn tweede. Ik denk dat jullie wel kennen. Was had Nienke ook een video op Insta of zo. Er stond, die had het tweede t-shirt gekocht, zeg maar. Daar kennen jullie denk ik van. Mij kennen jullie wel van die vorige sketch. Elina. Zeven type paarden. Elina. Ja. Oh, de baby gaat liggen. Een spektakel. Oh god, de baby gaat liggen. Okay. Nou, voor jullie dan geval niet weten dat stuk van een verstoppertje net. Ik weet niet of het komt, weet ik eigenlijk niet. Maar wie zat dus in de auto? Of zo'n vuilnisbak. En ik dacht, ik neem maar even mee. Dus ik ging die vuilnisbak optillen, maar toen rolde die verder. En toen klapte ze keien naar achter. Ja. Was echt super grappig. Maar hij had dat net niet gefilmd. Vind ik wel jammer. Maar... Inmiddels is het een dag later en ik ben de video aan het editen. Ik zie dat hij nog niet is afgesloten en dat Eline en Wies als laatste hebben gevlogd. Wat ik wil vertellen is, Eline en Wies staan bij mij op stal en Lisa ook. Eigenlijk iedereen die jullie in deze video hebben gezien. Het was ontzettend leuk en één gekke huis. Maar ja, dat is het bij ons op stal gewoon. En we hebben echt heel erg genoten en gelachen. Ik hoop dat jullie dit ook een leuke video vonden. Wij vloggen niet zo heel veel meer, maar we dachten dit is misschien wel leuk om even te vloggen. Een ander heel leuk nieuwtje is dat ik ga verhuizen morgen. Ik ga op mezelf wonen en nog steeds hier in Hengelo. Alleen wel iets verder van stal, dat is een nadeel. Maar hè. Ja, ik kijk echt heel erg naar uit. En er staan hier al allemaal dozen, want we hebben alles al ingepakt. De computer gaat pas later naar mij toe voor het editen. Omdat we daar morgen nog geen tijd voor hebben, want morgen is het gewoon door de week. Die komt van het weekend pas naar mij, dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Maar daarom zorg ik dat ik deze video eerst af heb. Kijk, ik kan wel een beetje laten zien dat het al een stuk leger is. Ik ben dus bezig met editen en daar zit alles al in dozen. Hier is alles al weg. Dat moet nog in mijn tas. Nee, mijn bed gaat mee. Nee, deze planken zijn al leeg. Dat blijft gewoon hier staan. Want hier heb ik alles al in dozen gepakt. Dit is allemaal al leeg. Alles is leeg. En mijn kast is leeg. Helemaal leeg. Kijk, dit is echt super grappig. Mijn moeder dacht, omdat ik nooit mijn ding opruimde, dat mijn moeder dat allemaal ging doen. Dit is ook al helemaal leeg. Dus we gaan verhuizen. Nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. Vond dit nou een leuke video en wil je misschien wel vaker dit soort video's zien? Vlogs zijn niet meer echt ons ding. Maar goed, als we een keer wat grappigs hebben, kunnen we natuurlijk gewoon vloggen. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder en een reactie achter te laten of jullie dat op stal wel eens doen. En ziet het er dan net zo gek uit als bij ons? Of sta je rij op een manege en zou je wel heel graag een stalfeest willen zoals wij dat hebben gehad? Laat het weten, ik ben nieuwsgierig. Wij lezen alles. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doeg!